zwembad te zien in het Gij. Lekker baantjes trekken. Althans, in de winter kan het eigenlijk niet, want het staat het hele zwembad leeg. Maar in de zomer is het hier echt stampensvol. Maar er is een probleem, want dit zwembad dreigt binnenkort te gaan verdwijnen. En daar zijn ze het hierin uit Geest niet mee eens. Zwembad moet blijven! Zwembad moet blijven! Zwembad moet blijven! Het is afschuwelijk, dat kan niet. Niet leuk. Nee, waarom niet? Gewoon niet. Ik wil graag zwemmen. Jong en oud geniet al zomers lang van het zwembad in Uitgeest. Maar er is een probleem, want aan het einde van het jaar loopt het huurcontract af. De gemeente moet drastisch bezuinigen en daarom vrezen veel bewoners dat het zwembad moet sluiten. De Kasper heeft hier les gehad en dat is toch lekker makkelijk aan de overkant en een stuk voordeliger dan de binnenzwembaden. En dat gun ik haar ook, alleen dat moeten we toch iedere week naar een binnenzwembad gaan voor les laten. Moeten we bijvoorbeeld naar Kastwieken toe? Om allemaal te kunnen zwemmen. Een beetje ver. Een klein uurtje. Ja. Zien jullie niet echt zitten? Nee. Is het niet gewoon een beetje een luxe, zo'n openlucht zwembad? Nee, vind ik niet. Ik vind het sowieso, het is het enige wat we hier op het dorp hebben, waar die kinderen zelf heen kunnen. Hier komen ze buiten, hier komen ze lekker met rode wangen terug thuis en zijn ze helemaal uitgeput. En dat wil je eigenlijk zien. En dan mogen ze daarna weer even achter die computer. Maar dat is de functie die dit vervult. Nou ja, ik hoop dat er iemand besluit om dat gewoon wat geld bij elkaar te schrapen en het door te zetten. Kinderen zitten tegenwoordig veel binnen en we roepen allemaal dat ze naar buiten moeten. Ja, dan moet dit dus gewoon blijven. Dat is absoluut een must. Ja, kids kunnen deze zomer in ieder geval nog wel van deze gave glijbaan. Of de politieke partijen zich hard gaan maken voor het behoud van dit zwembad. Dat moeten we zien. Je ziet het op onze site. En dit is een heet hangijzer.